guys, what's poppin'? Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Ik weet niet wat het is, maar ik betrap mezelf erop dat ik de afgelopen tijd vrij vaak een muts draag. Gisteren droeg ik helemaal geen muts en het is misschien ook een beetje vreemd, maar dit is eigenlijk de vlog van gisteren. Gisteren ben ik namelijk naar Oberhausen geweest samen met Jeyoon en ik dacht al een intro te hadden gemaakt voor die vlog, maar dat was niet zo. Even tussen ons, als je deze video liked, ben je een opperbaas. Ik heb trouwens iets leuks om deze vlog mee te beginnen. Pony, My Little Pony, eenhoorn, hoe je het ook wilt noemen, eetpapier. Ik weet niet of jullie weten wat eetpapier is, maar het is papier. Wat je kunt eten. Waarom leg ik dat uit? Voor als je niet weet wat chocolade is, het is eigenlijk iets van chocolade. Ik heb vaker eetpapier gegeten, maar dat is inmiddels al jaren geleden. Oeh, wat is eigenlijk de reden dat iemand ooit besloot om papier te maken, te produceren, wat je kunt eten? Waarom willen mensen überhaupt iets eten met de structuur van papier? Like, heb jij ooit een papiertje in je handen gehad dat je voelde en dacht, goed, ik ben zo graag eten? Ik namelijk niet. Oké, ik wel. Ja, eigenlijk ben ik de reden waarom het bestaat. Pony eet papier. Let's get it. Oh, wat? Het smaakt naar het horentje van een ijsje. Man. Het plakt wel een beetje aan mijn gehemelte. Dit is echt typisch iets voor Soraya en voor Jeyoon om van Soraya af te pakken. Geniet van de vlog. Hey, wat ben je aan het doen? Prachtig. Het straat je echt niet. Ik kan er tenminste wel mee bellen. Hey oma. Nee, dat heb ik niet. Hoezo het laatste koekje? Die heb je zelf opgegeten gisteren. Kan niet. Sta me niet. Mac paper. Do you sell paper? Yes. Where? Ja, leuk en aardig, maar die grap slaat nergens op. Je doet de hele tijd al zo vervelend, maar ik wil gewoon weten wat er is. Meen je dit? Deze minion steekt tong uit naar mij. Kan ik ook hoor. Ik zoek pommes. Ik zoek pommes. Waar is de pommes? Jeyoon, weet jij waar de pommes is? Nee, waar de pommes liggen, hoor. Ik zoek de pommes. Pommes? Nee. Pommes? Nee, ook geen pommes. Hier pommes. Oeh, fish nuggets. In mijn leven staat sporten prioriteit. Oh no. Spider-Man! Spoederman! Het is hem echt! De uitverkorene Spoederman. High five Spoederman. Ah, oh, ah. Hebben jullie ooit zulke grote blikken frisdrank of bier? Dit is echt bizar. En de kerstman staat voorop. Hoe kun je dit doen, kerstman? Je komt hier binnen en je zou denken... Oh, lekker! Snacks met drinken! Maar vergis je niet! Nee, want je vergissen is niet slim. Dit kost daadwerkelijk meerdere euro's. Dit flesje wijn, 4 euro! Dat is iets veel. Dit pakje met de zoute genootjes, 2 euro! Dat is iets ook best veel. De Haribo snoepjes, 1 euro, dus dat valt op zich mee. Nog steeds 4. Maar goed, ik ga werken, want ik ben natuurlijk een businessman. En een businessman die moet, werken. Deze pony is ook leuk, maar ik moet wel de roze hebben. Als hij niet roze is, is hij niet voor mij bedoeld. Deze misschien, deze. Ah, deze. Ja, en ook weer paars. Ik wil geen paarse pony. Ja, nu even niet, Chantal. Nee! Job. Deze misschien. Oh, dit is een prinses. Maar dat is geen pony. En ik heb een pony nog. Job. Erik. Ja, Erik. Een donut met inderdaad een cinnamon donut. Job. Goed, helemaal. Job. Ja. Er is niks waar je me voor kan stoppen. Een chocolade ei. Hoezo? Hoe maak ik voor jou? Oh, nou. Ga ik hem misschien even openmaken, hè? Zo'n mooi eitje als dit. Ik hoef het geen kusje te geven. Nee, dat dacht ik ook. Ik voelde me ook wel een beetje vernederd. Nou jongens, Jeyoon is even naar het toilet. Ik mag het ei openen en daar heb ik een hoop zin in. Ik hou van dit soort eieren. Dit soort eieren zijn mijn grootste liefde naast mijn basisschoollerares waarop ik verliefd was. We gaan hem openen. Ik ben zo benieuwd wat erin zit. Ik neem een hap, want ik hou van chocolade. Het lekkerste op de wereld is een vers chocoladeijsje. Ja, en natuurlijk voldoende halen en een school afmaken, et cetera. Maar goed, ik ga eens even kijken. Oké, jongens, wat zit erin? Een Duits ei. Een Duits! Het is een auto. Zoveel mooie dingen op de wereld die je kunt krijgen uit een chocoladeei. En ik krijg een auto. Ik neem een verlies. Ik vind het niet erg. Ik neem een verlies en ik kan niet... Ah! Ik dacht dat je het toilet was, bro. 6.5 hours later. Jeyoon, ik denk dat ik jouw schoenmaat heb gevonden. Maat 488. Perfect. Jeyoon! Terug. Terug. Brave jongen. Nee. Kijk hoe enorm schattig deze eruit ziet. Daarbij heb ik nog nooit zoveel chocolade bij elkaar gezien. En zoveel verrassingen. Jeyoon, als je deze guy wilt backstabben, krijg je gewoon gratis snoep bij. Snap je? Ik bedoel, hier, pak je een zakje snoep en dan backstack je hem. Oh, wat, de voorkant ook al. Wat? Een hart van snoep. Dat is beter dan een hart van goud. Nee, Jeyoon. Hij heeft zijn neus nog nodig, Jeyoon. Net zoals ieder persoon. Dit zijn de schattigste kerstknuffels ooit. Kijk deze pony. Hij is zo cute. Meekomen. Oké, sorry. Job, wat heb je op, man?
Ook al ben je in de winkel, veiligheid boven alles. Eventually. Wat is je probleem? Nou, nee, ik heb ook geen probleem hoor, sorry. Je hoeft niet om te draaien, ik wil alleen laten weten. Ik heb het pakketje. Hier is je 1000 euro. Dit was altijd de Pokémon die je het minst liefst tegenkwam in elke Pokémon game. Magikarp. Het spijt me, man, bro. Ja, dat is vreemd. Job. Genoeg. Kom maar. Het is mijn verslaving. Genoeg, Job. Misschien sta ik op het punt om iets te doen waar ik later spijt van ga hebben. En juist daarom film ik het. Er is hier een mooie groene deur in de middel of... Oké, dit is niet echt de middel of nowhere. Het is een enorme parkeergarage. Maar alsnog, ik ben heel benieuwd wat erachter zit en of die... Dit is enorm. Het is letterlijk een trappenhal en ik weet niet hoeveel trappen dit naar beneden gaat en waar je dan uitkomt. Maar één ding is zeker. Het is werkelijk waar bizar hoog. Rustig aan. Ik kom even verder. Oké, kan. Nou goed, ik breng je zo meteen een bakje koffie hoor. Cool. In ieder geval, ik ga gewoon even... Oh hier, parkplatsen 1. Parkplatsen. Hey, kom, dan ga je ook mee naar de parkplatsen. Dat klinkt als een festival. Let's go, parkplatsen. Ja, ik heb geen auto en de deur mag niet sluiten, want dan kom ik er namelijk... Ik zit opgesloten in een parkplatsen. Dat is Lycos. Eventually. Wil je 1000 euro lenen of niet? Nee, oké. Hou je ook van vogel? Nee. Fanta? Nee. Cola? Nee. Ik ook niet. Veel te veel suiker. Nee. Dus, Nee. Nou, Jeyoon, op het goede leven. Nee, nou ja, gewoon meer van... Bon appetit, neem een hap. Ik wil weten wat jij ervan vindt. Jeyoon Maista, want die weet natuurlijk alles van burgers. Is het de hemel? Is het de hemel of is het niet de hemel? Zijn gezicht spreekt boekdelen. Deze burger is veel te duur. Veel te duur, maar wel lekker. Die burger valt me zo zwaar. Het voelt alsof ik moet bevallen van een zesling. Job, je overdrijft. Ik overdrijf gewoon, maar het is wel oké. Defecte! Ook een defecte! Ja, nee, die is sowieso kapot. Daar kunnen we niet meer veel aan doen, hè? Ze hebben hier gewoon een Minecraft lama liggen die verdacht veel lijkt op de Fortnite lama. Ook hebben ze een Pikachu portemonnee. En dit is gewoon letterlijk een schild als rugtas. Wauw. Leuk dat je meedoet aan The Voice of Holland. Ik ben jouw jurylid. Ik ben hopelijk ook jouw nieuwe coach die jou gaat helpen om de top te bereiken. Een miljoenen contract in Hollywood bijvoorbeeld. Ik heb hier de buzzer. Kijk, als ik hierop klik, dan heb je gefaald. Dan wordt het echt niks met je, maar ik vertrouw in je. Ik geloof in je. Weet welk nummer je hebt gekozen? Ik vind het een gewaagd nummer, maar ik sta erachter. Oké? Okay? Ik tel van 3 tot 0, dan mag je hem optreden. 3, 2, 1. Oh nee. Oh nee, de belasting. Het spijt me meneer, u kunt de deur verlaten, daar zo. Nee, het is klaar, uw carrière wordt niks. Het is geflopt, doei. Stef, dat kunnen wij ooit zijn. Dat kunnen wij ooit zijn. Ah, een getrouwd stelletje, leuk. Nee, klopt, maar ik heb nog een afspraak voor mijn cavia die een tortelduif heeft ingeslikt. Nee, mijn cavia heeft een tortelduif ingeslikt. Je hebt geen cavia. Ik heb geen cavia. Bij de Duitse McDonald's heb je veel meer euroknallers. En zo ook de pizza hamburger. Dit moet ik proberen. Ik ga de komende weken alleen maar fruit en groente eten. De pizza burger. Dit is hoe hij eruit ziet. Super mooi, super lekker. En nu ga ik hem met eigen ogen zien. Voor 1 euro. Het ziet er een beetje anders uit. Het saus komt eruit lopen, maar wel voor 1 euro. Bon appetit, de pizza burger. Alsof een pizza en een hamburger ruzie kregen. Ze op elkaar gingen liggen en samen overreden werden. En vervolgens tussen 2 broodjes gestopt werden. Heerlijk, haal dit nooit. Dit is een magische telefooncel. Een horror telefooncel om precies te zijn. Er wordt gezegd dat als je er 50 cent in doet, de helft van 1 euro, dat je een vreemdeling aan de lijn krijgt. Dat is een typische missie voor mij. En ik bespaar de andere helft van 1 euro. Let's do this. Oh ja, het is gelukt. Nu is het afwachten. Oké, wacht. Hallo? Heb jij je huiswerk al af? Ja. Nee, ik heb het al gemaakt, de opdracht, maar mijn hond die altijd op en toen moest ik het uit zijn maag halen en toen was het bruin. Dat is een smoes. Nee, dat is geen smoes, dat is serieus gebeurd toch? Je liegt. Oké, ik lieg. Zeg sorry. Oké, sorry, wiskunde leren. Ja, waarom geef ik je een kus? Mysterieus persoon, voor de helft van 1 euro. Daar ben ik weer, want de sukkel die ik ben is niet alleen het intro van deze vlog vergeten, maar ook het outro. Is niet erg, want ik heb namelijk iets super cools voor jullie om deze video mee af te sluiten. Veel mensen weten het niet, maar vroeger was ik een topsporter. Maakte altijd dit geluid. Oeh! Ah!
Ik kan me voorstellen dat heel veel van jullie ouders raar denken. Nee, ik was een professionele tennisleraar. Het is een leugen, maar wel heb ik dit. Tennis-kauwgomballen. Nee, wacht. Tennisballen-kauwgomballen-ballen. Ballen? Nou jongens, daar gaan we. Eentje is overleden in de strijd tegen het leven. Daar gaan we. Dit is hoe die eruit ziet. Een prachtig mooie, sappige tennisballen. Tennisbal, ik hou van je. Je kleur doet mij denken aan de liefde die ik ooit had voor de poëtische gedachte van gedichten schrijven. Ik heb nooit gedichten geschreven. Oeh, ik denk dat ik nodig weer een keer naar de tandarts moet. Mijn poging tot het blazen van een kauwgombal. Bedankt voor het kijken. Dit is een enorme faal. Ik hoop jou, jij, morgen weer terug te zien om 5 uur op mijn YouTube kanaal. Voor een nieuwe vlog. Abonneer ik aan hier beneden. Like als je een opperbaas bent. Hé, alleen als je een opperbaas bent, hè. Moet je niet voordoen als een opperbaas als je het niet bent. Maar als je lijkt, ben je er een. Tot de volgende keer en adios.